Boksen is en blijft een mannensport. Het is geen sport voor wetjes. Het is een sport voor mannen. Niet voor ziek, zwak, misselijk, nee, voor mannen. En in de ring wordt bepaald wie op die avond de man is. Neem gewoon een keer de tijd om een keer rustig voor dit gebouw te gaan staan. Je indenken dat je in die ring staat. Indenken hoe je die partij aangaat. Hoe zwaar het is. En hoe je straks als winnaar uit die ring stapt. En dat niks weggeven. Goed dicht staan. Het Wil Memorial is de belangrijkste profwedstrijd in Nederland van dit jaar. Barry heeft dit keer de hoofdpartij, omdat het een kampioenschap van Nederland is. Het is ook voor Amsterdam is het een veelbesproken partij. Brahim is een van mijn komende boksers die eigenlijk elke partij dat hij gebokst heeft, een goede partij heeft neergezet. En ik verwacht van Brahim in de toekomst verwacht ik gewoon erg veel van. Stop staan, direct die dumbbells, klaar voor loopstoot. Start! We beginnen om 10 uur met trainen. Die vind je nu in ons tweede huis. We zijn hier vaker dan we thuis zijn. Dus, Je kunt echt, als we hier ons matras neerleggen, dan zou het nog beter uitkomen eigenlijk. Ja. Voor de Ramadan heb Brahim andere tijden als ik. Dus op het moment trainen we niet veel samen. 2, 1, 4. Ik doe het voor Carré, zeg maar. Die partijen ga ik winnen, weet je wel. En, het is mijn droom om daar altijd te hebben gestaan. En vooral nu ik een bevestiging heb gekregen dat ik een tegenstander heb. En een hele goede tegenstander. Is voor mij een uitdaging om daar te knallen, zeg maar. Mensen die verwachten heel veel van Innocent, hè. Omdat Innocent, hè, dat is de man to beat, zeg maar. Hè. Barry gaat hem zo vernederen, zeg maar. Dus het gaat een hele vette partij worden. Maar het is toch wel mooi dat een Joodse jongen en een islamitische jongen zich aan elkaar optrekken op weg naar een van de mooiste boksgala's in Nederland. Het gaat erom dat je elkaar als persoon, dat je met elkaar kan optrekken. En dat wij dan eenzelfde passie hebben. En dat je weet waar je het over hebt. En dat je op een intellectueel niveau ook op hetzelfde niveau zit, zeg maar. Iemand moet je liggen. Nou, wij liggen elkaar. Wij zijn vrienden van elkaar. Ik heb ook heel veel mensen. Van alle afkomsten die mij niet liggen. Ik heb het uit hoeken gehoord. Uit hoeken van verzorgingshoeken, van pakjood. Je wordt wel eens wat in je oor verluisterd. Weet je, dus je moet gewoon je kopje erbij houden. En ik denk dat wij ook met z'n tweeën, niet kapsalen, maar wij zijn daar te slim voor. Om ons uit de tent te laten lokken. Ja. Eigenlijk degene voor wie ik boks in Carré, dat zijn een paar mensen. Ik ben mijn opa, ik heb hem nooit gekend, maar dat is de vader van mijn vader. En deze man heeft Auschwitz overleefd in de oorlog. Die heeft de dodenmars heeft hij gelopen. Hij heeft pleuris gehad. Hij was tronschepper en hij heeft het allemaal overleefd. En door zijn overlevingsdrang en door wat hij heeft meegemaakt, voel ik me in de ring onsterfelijk. Ik heb een moeilijke jeugd gehad. Ik heb geen makkelijke jeugd gehad, maar ik heb altijd veel liefde gekregen van mijn familie. En dat is, mijn familie staat er bovenaan en dat is degene die mij kracht geeft om door te gaan. Sta je voor hen in de ring? Sowieso. Als ik de ring instap, bid ik altijd tot God die overwinning om mijn ouders trots te maken. En dat is iets waar ik dan echt voor vecht ook. Dat ik mijn ouders ook trots wil maken van, hey, kijk, jullie zoon die, uh,
Je zet wel even een vette partij neer. Die gaat wel even met de overwinning naar huis toe.